Uit de kast komen kan echt super moeilijk zijn. Maar gelukkig heeft Tirza altijd een oplossing. Check het in de weekupdate. De klas van Tirza heeft straks gym. Of eigenlijk is de les al begonnen, maar er is nog een kleine vertraging. Iemand is weer ongesteld. Ja, maar dit is helemaal geen smoesje. Daar kan ik niks aan doen dat het van hun een smoesje is. Ik ben het wel echt en kan niet meegimmen. Ik weet juist dat het goed is om te bewegen als je ongesteld bent. En daarnaast, ja, er moet wel iemand zijn die een maandverbandje heeft liggen. Ik vind het echt heel oneerlijk. Ik zei het toch? Lolletje is wel ervan af, hè? Sorry hoor, maar Lolletje? Ik vind het dus echt helemaal niet grappig. Ja, Lot heeft toch gezegd dat ze ongesteld is en u gelooft haar gewoon niet. Maar er zijn genoeg meisjes die dit gebruiken als smoesje. Ik zie op Snap ineens een berichtje van Lot die opschept over dat ze borsten slim af is geweest door te faken dat ze ongesteld was. Dat filmpje, dat met die bloedvlek, dat ketchup, ik was wel echt doorgelekt. Waarom zeg je dan van niet? Ik vond het gewoon gênant, oké. Een week later hebben Tirza en Lot elkaar helemaal gevonden. Dat heeft iedereen toch met Luca. Hele heeft het ook de hele tijd over hem. Is hij je type? Nee, hoezo? Nou, dat geloof ik nu natuurlijk niet meer, want je wordt super awkward. Is er iets? Ja, er is wel iets, maar het is niet wat je denkt. Ik vind Luca helemaal niet leuk. Sowieso geen een van die jongens. En sowieso jongens is het niet. Dus je bedoelt zeg maar geen jongens, maar meiden? Ja. Wow, dat had ik echt niet verwacht. Kijk, het liefst zou ik gewoon op Snap gewoon een foto willen zetten en dat het dan gewoon meteen voorbij is. Ik wou dat ik je kon helpen. Ik heb erover nagedacht en ik denk dat ik het toch wil vertellen dat ik op meiden val. Super! Meen je toen je zei dat je me wou helpen? Ik dacht namelijk of we misschien samen kunnen zoenen. Dan gaat iedereen toch ook denken dat ik op meiden val? Je kon toch best wel een meisje zoenen voor de lol? Het kan me ook niet zoveel schelen dat mensen van alles over me denken. Het is meer dat, nou ja, zoenen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Niet met een jongen of een meisje. Goed, we doen het. We gaan zoenen. Echt? Doe je vis maar weer op slot, want we gaan het nu doen. Dat is echt te grappig. Ze vinden bijna flauw. Alleen grappig. Wat nog meer dan? Niks. Oké, doei. Need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. Liz is in de pauze vaak met Timo. En vandaag kwam Timo op het idee om panna te spelen. Hallo, dit is panna, geen rugby, hè? Ik kan er geloof ik niet tegen dat ik beter ben, hè? Neem niet te persoonlijk. Ik ben toch maar een meisje. Wat bedoel je met omdat ik een meisje ben? Nou, gewoon dat meiden minder goed zijn in fysieke dingen. Dat is echt onzin en het is heel erg seksistisch. Er zijn tentoonstellingen van de werkstukken van de ontvaardigheid van de derdejaars. Alleen ik mis dus een R hier tussen. Ik ga denk ik even een R uitprinten. Jullie redden het hier wel, denk ik, toch? Rot op, rot op, rot op, rot op. Dit is van hout, hè. Ik zie dat je bezig bent met soap. Dus als er maar één druppel daarvan hierop komt, dan weet je wat er gebeurt, hè. Vrieren en skaten. Dat zijn ook van die jongensdingen waar ik beter in ben. Wacht, Maarten, dat ik het ook maar een beetje meer oefen. Ik zou beter zijn. Mm-hmm. Ik ben nu al bijna even goed. We beginnen met van de ene stoel naar de andere stoel springen. Heb je niks moeilijkers? Is het wel verstandig naast dat ding? Ach, tuurlijk, kijk hoe dichtbij het is. En jij zei dat je het kon. Zeker. Mm-hmm. Hij gaat ons echt vermoorden. Lijm? Ja, dat kan wel werken. Probeer jij het eens. Echt vermoorden. Ja, het was wel zeker dat we dat werkstuk niet meer konden maken. Dus het was nu vooral belangrijk dat Younes op iemand anders boos zou worden. Iemand als Bram bijvoorbeeld. Super jongens, fijn dat jullie alles hebben geregeld. Dat scheelt toch wat stress, want dit is niet alleen het einde van het project, maar ook van mijn stage. Oh, er was wel nog een probleempje met een van de stoelen. Deze was het. Wat dan? De poot daarvan doet heel erg raar als je erop gaat zitten. Bram! Oh. Nee. Dit is het werkstuk van Younes. Younes, My God. Nee, hier heeft hij echt heel erg veel aan gewerkt. Huh? En als je deze hierboven zet, dan... Deze lijm is nog nat. Is dit pas gelijmd? Dit was met opzet? Hij is helemaal stuk. Wat zei ik er nog? Opletten, toch? Mijn was het belangrijkste, dat zei ik er toch? Ik snap ook dat je baalt. En het is ook heel onhandig. Maar ze hebben volgens mij wel ontzettend veel spijt. Ongelukken gebeuren. Toch?
Ja, sorry, maar ik vind dat jij hier ook schuldig aan bent, hoor. Weet je wat ik nou erg zou waarderen? Dat jij gewoon eens een keer verantwoordelijkheid neemt voor je gemaakte fouten. Ik hoop niet dat u dit in mijn stage beoordeelt. Nou, ik vind dit wel een heel belangrijk punt. Wat dacht je dat ik het hierbij zou laten liggen? Je zei net binnen de... Ja, wat ik zei bij haar, dat meende ik niet. Dus zal ik de aankomende tijd goed achterom kijken. Noori en Haley trekken de laatste tijd veel met elkaar op. Ook omdat Haley het na de schoolreis nog steeds niet heeft goedgemaakt met Tirza. Waarom ben je tweedehands koffiezetapparaat aan het opzoeken? Die van mijn vader ging vanochtend dus stuk en zonder zijn koffie is hij echt niet te genieten. Elke week hebben we dus €70 om uit te geven aan boodschappen. Dus dan is zelfs €30 best wel veel om uit te geven aan een koffiezetapparaat. We hebben altijd wel een apparaat in de kringloop. Waarom kom je gewoon niet mee vanmiddag? Nou, hier zijn dus een aantal koffiezetapparaten. Ik weet het niet, het is nog best wel duur. 25 is niet veel voor een nog prima ding. Maar ik weet dat Haley op een soort camping woont. En dan snap ik wel dat alles dan te duur is. Haley is een vriendin van me. Ze zit bij mij in de klas. En voor vrienden hebben we toch wel een speciale prijs. Ja, nog wel €5 vanaf. Ik zal even mijn vader appen, het is natuurlijk voor hem. €7,50. Maar €17,50, daar mag ze voor meenemen. Ja, mijn vader zegt dat hij het niet zeker weet. Kan er misschien iets van de prijs af? €15, daar mag ze voor meenemen. Vind je Haley misschien een beetje leuk? Ja, ik heb het wel gezien hoor, hoe je naar haar keek. Het gaat jou niks aan. Ik denk dat het mij wel degelijk wat aangaat. Wishra, heb je de ring nog van me achtergehouden? Ik heb het geld. Nee, toen ik hem voor hem wilde pakken was hij al verkocht. Hoe kom je aan die ring? Die heb ik nog niet eerder gezien bij jou. Ik heb hem echt al vet lang. Hoeveel ringen met ronde groene steentjes zullen er zijn? Precies. Niet veel. Waarom jat je spullen uit onze winkel? Ik heb helemaal niks gejat. Wat moet ik dan gejat hebben? Er is gisteren een ring verdwenen uit onze winkel. En toevallig weet ik hoe die eruit ziet. Ik heb die ring niet gestolen. Ik heb hem alleen gepast. En toen kreeg ik hem niet meer af. Hij was helemaal niet gestolen. Hij lag gewoon daar ergens onder. Sorry, Nori. Ik had jou niet schuld mogen geven. Geef niks. Ik zie je morgen op school dan? Ja. Wat gebeurt daar? Farid en zijn klasgenoten zijn net terug van het schoolkamp. Een leuke ervaring die voor Farid ook nog iets extra's heeft opgeleverd. Ik wil even geen internet en niks digitaals. Ik wil dat je erover nadenkt en dat je er wat van leert. Ik wil dat jij dit werkstuk volgende week inlevert, maar dan handgeschreven op papier. Deze man heeft me al een keer een onvoldoende gegeven. Een 2. Smogelstrik van uw opa. Ik kan hem niet uitstaan. Jongelui, wie kan er een diersoort noemen uit de historische tijd? Van Morsels, die in 2021 nog steeds werkstukken op papier wil. Nou, we gaan daar zo meteen verder op inzoomen. Wil jij dat briefje even hardop voorlezen, Karma? Je kent de regels, hè? Straks chillen, gaan naar school met Samir een tok-tok opnemen. Daarna... Wat is een tok-tok? Nou, ik weet anders genoeg van jullie belevingswereld, hoor. Ik weet wat Snap is, ik weet wat Face is, wat Insta is, ik weet wat likes zijn. U gaat een tok-tok maken, waar wil gaan en likes krijgen. Als je verliest dat ik mijn werkstuk niet opnieuw hoef te maken? Nee, weet je, jullie mogen mij bekogelen met propjes. Hé, meneer. Lukt het een beetje? Nou, dat valt niet mee, hoor. Kijk, nou sta ik er weer voor de helft op. Ik kan niet geloven dat ik pijn heeft gehaald. Misschien gaat dit nog halen ook. Echt niet. Dus, kom maar op! Oh. Oh. Auw! Wat is dat? Verdomme! Wie heeft een ei naar mijn hoofd geslingerd? En als ik voor het einde van de dag niet weet wie dit gedaan heeft, dan krijgt de hele klas straf. Je moet eigenlijk wat dik te ver gaan, man. Een ei? Even serieus. Dus nu moet heel de klas zich opdraaien voor jouw domme fouten die niet eens grappig zijn? Het was grappig bedoeld. Ja. Dat is het niet. Kom op. Het is maar één dag nakomen. Eén dag te veel, stelt gewoon helemaal niks voor. De klas van Tirza heeft vandaag een saaie les scheikunde. Maar daar komt snel verandering in. Oh nee, ik wist niet dat dit nog open stond. Mogen we nog even een profielfoto zien? Oké, nou, mijn profielfoto. Hartstikke leuk. Ben je nou nog steeds over die Manhua aan het obsessen? Alsof jij niet nieuwsgierig bent. Ik heb zijn fake-account gemaakt van een superknappe gast, Diego dus. En ik heb via zijn account heb ik Manhua ook een vriendschapsverzoek gestuurd. Zo. Oké, ik ben toch misschien wel benieuwd of Manhua zo'n Diego accepteert. Manhua heeft mij geaccepteerd. Of nou ja, Diego dan. En nu kunnen we dus haar profiel zien. Kijk, weet je nog die week dat ze ziek was? Was dat niet deze week? Oh,
kennen wij elkaar. Ken je me niet meer? We waren toch beide op dat feestje. Maar hoe wat typte, dat had ik dan denk ik nog wel geweten hoor. Met een knipoogende smiley erachter. Dat voelde eigenlijk best wel als flirten. Wat moet je van mijn vriendin? Was wel duidelijk waarom Manoa opeens zo raar deed. Dat is namelijk Manoa niet waarmee we appten. Maar haar vriend. Dat is toch belachelijk? Dat je niemands account gaat inloggen en ook nog berichtjes gaat zitten sturen? Beetje zoals jij doet. Met je Diego-profiel. Ik vraag wel wat hij op haar account doet. Ja, hè. Die zou natuurlijk stiekem wel hebben ingelogd, want hij jaloers is. Hij is echt woedend. Laat mijn vriendin met rust. Ik meen het. Oprotten. Gaat het wel? Ja. Of nee, eigenlijk niet. Maar... Is er iemand gestorven misschien? Ja. Zou je het ook kunnen zeggen, ja. Mijn relatie. Ik voel me eigenlijk best wel schuldig. Dat is echt helemaal niet nodig. Manuel geeft toch Jasper de schuld. We hebben echt alleen maar geholpen. En nu snapt ze ook dat die gast stiekem in haar Insta zit. Ja, dat is waar.